Waar gaan we nou naartoe? Want we hebben de vierdaagse nu gehad, maar we hadden nog een klus, toch? Of niet? Ja, dat klopt. Wat voor klus is dat dan? Uniek wandelen. Oh ja, maar uniek wandelen. Dan moeten we, verdorie, dan moeten we snel zijn. Kom, laten we snel naar de auto gaan. Kom, kom, kom. Have you ever really lived? Vind je het leuk wat hier gebeurt? Heel leuk, echt. Beter als vorig jaar, toen waren we in de modder. Zonnetje erbij, iedereen is heel vrolijk. Je kunt het niet beter hebben. Is het een grote groep? Ja, we zijn met 80 mensen. Zo, dat is een hoop. Nou, een heleboel. Heel veel mensen. Leuke opwarming hebben we gehad. Nu zijn we lekker aan het wandelen. Ik vind het heel leuk. Ik heb naar mijn zin. En wat vind je zo vandaag hier leuk om mee te doen? Nou, met jullie. Lekker wandelen in het zonnetje. Jullie helpen als het nodig is. En gewoon genieten van het uitzicht, de natuur. En degene die douwt, doet die het goed? Ja, fantastisch. Die behoud ik ook hoor. Die kan niet meer weg. Hoe is het douwen en hoe gaat het eigenlijk? Nou, het gaat hartstikke goed. Edith die weegt helemaal niks. Dus we houden het gewoon hartstikke goed vol, of niet Edith? En we gaan sneller dan de rest. Vind je het wel leuk wat hier gebeurt? Ik vind het hartstikke leuk. Het is voor mij het eerst, maar ik denk dat ik volgend jaar gewoon terugkom. Hoe heet je? Willem. Je bent erg sportief bezig. Ja, ik weet het. Dat is even mijn kwaliteit. Zet hem op, Willem. En het komt goed. Altijd. Ik ben Merel en ik werk als invaller bij Plurijn. Invaller? Wat doet een invaller? Een invaller die neemt het over als er bijvoorbeeld iemand ziek is van de begeleiding of als er extra handjes nodig zijn. Dat was Maxime en die heeft aan allerlei vriendinnen gevraagd van goh, kun je even een dagje meelopen om gewoon wat mensen gewoon te doen. Nou, zo doen zit ik met, nou ben ik jouw naam? Merel. Even, met Merel achter. Dus, ja, mij opgescheept. Nee, zo hoor we niet. Het is leuk en gezellig met die dame, dus het is helemaal prima. Dus, Ik ben Maxine en ik ben leerling begeleider. Wat is de doelstelling van deze middag? Een hele leuke, fijne middag met z'n allen te beleven. En een beetje de vierdaagse mee te maken. We hebben een aanbod voor jong en oud iedere dag en voor ieder wat wils. Dus overdag hebben we veel kinderprogramma met bijvoorbeeld knutselen, djembe workshops, circus workshops. En allerlei andere leuke dingen. We hebben hier een skimboardbaan waar je over zo'n heel dun laagje water kan roetsen met zo'n kleine surfboard. Allerlei skateactiviteiten. En in de avond gaat dat langzaam over in een dansprogramma. Nou, we hebben het vaker gedaan vorig jaar met de groep. En dit jaar leek het ons ook wel weer leuk om een keertje te doen. Dus toen dacht ik, dat wil ik wel organiseren. Zijn er ook vrijwilligers? Ja, mijn moeder en een aantal vrienden en ook zes andere begeleiders van Uniek Wandelen. Dus het is samengevat heb je eigenlijk op Stadseiland Stek komt rust en creativiteit samen. Waar je ja, eigenlijk in de middagen een wat rustiger programma vindt. In de avond gaat het wat meer naar dansen en muziek. Maar kan je alsnog wel op genoeg plekjes ook lekker rustig even bijkomen. Dus dat is mooi, denk ik. Luc, wat was dat toch een leuke groep, hè? Het was zeker een leuke groep. Dat uniek wandelen en met 80 man. En ik vond dat ze behoorlijk doorliepen. Dat vind ik zelf ook. Ja. Als je ook nog iets hebt om met ons te delen, mail dan naar redactie@plurijn.nl. En dan komt alles in orde.